En met Jesse, we staan weer met allemaal studenten op de markt. Ja. Daar hebben we er eens een keer een bekende bij. En je hebt een roze jas aan en... Ja, helemaal in de dresscode. Roze ballonnen. Ja, wij zijn van Sugar Fan. Ja, wij maken koffers voor de Omnipot. Dat is een kastje wat... Voor de Omnipot. Ja, de Omnipot is een kastje dat diabetespatiënten op hun lichaam dragen. Dat is een soort insulinepomp. Maar dat ziet er echt niet uit. Ik kan er even eentje bij pakken. Kijk. Zo ziet hij eruit. En dit zit dan op de arm van de mensen. Die lopen daar 24/7 mee rond. Ja, wij maken daar hoesjes voor. Onze hoesjes komen eraan, die zijn er op dit moment nog niet. Dus wij hebben eigenlijk deze marktdag gebruikt om geld op te halen voor het diabetesfonds. Dus wij verkopen cupcakejes, t-shirts. Je kan bij ons raden hoeveel pot er in een pot zitten. Ja, kan je allemaal doen. Gaat allemaal geld naar het diabetesfonds. En noem maar op, behalve het product wat je eigenlijk gaat verkopen. Ja, dat op dit moment verkopen we dat niet. Ja, ik verwacht ook niet dat er heel veel mensen rondlopen met diabetes hier. Dus dat komt later op de markt. Maar nu zijn we echt gericht op geld. Maar nu je dat zo zegt, diabetes, weet je, heb je enig idee hoeveel mensen diabetes hebben in Nederland? Ja, er zijn 1,2 miljoen mensen in Nederland die diabetes hebben. Dus er is een enorme potentiële markt. Een enorme groep, ja, zeker. En, volgens mij zijn er ongeveer 140.000 mensen die dus het kastje zelf dragen. Ja, dat is gewoon een hele grote groep. En er is nog niks voor deze mensen. We hebben 100.000 telefoonhoesjes. Maar geen hoesje voor iets wat mensen op hun lichaam dragen. En Jesse, vertel even nog, want, waar kennen we jou van en in welke rol sta je hier eigenlijk? Ja, wij kennen elkaar volgens mij een beetje van de friettent waar je gisteren toevallig wat over hebt gepost. Verder hebben we een keer het gehad over Wij Zijn De Tas. Iets waar we ooit misschien nog wat mee gaan doen. En, maar wat voor student ben je? Ben je vierdejaars, eerstejaars? Ik ben tweedejaars commerciële economie student. Oké, okay. En alle andere studenten, want er staan hier 24 kramen vandaag, tot 3 uur vanmiddag. Maar zijn het allemaal tweedejaars? Het is allemaal tweedejaars en elke groepje bestaat uit ongeveer 6 tot 8 studenten van verschillende richtingen. Dus we hebben iemand van Human Resource Management, wat hebben we nog meer, financieel, communicatie, eigenlijk alle studies die wat met economie te maken hebben, die zijn samen in een bedrijf gestopt en die zijn nu allemaal producten. En weet je ook wat van, het zijn natuurlijk niet echt concurrenten, iedereen verkoopt andere producten, maar weet je bijvoorbeeld wat deze mensen hier verkopen? Dit is de Brush Clean, misschien, ik weet niet of er hier iemand is die... Lieve mensen, kan iemand wat vertellen over de Brush Clean? Wat is Brush Clean? Wat is Brush Clean? Wat is Brush Clean? Goedemorgen. Brush Clean is het geweldige product dat jij over je haarbossen een hoesje kan doen. Dat jij nooit meer een probleem hebt dat al jouw haren achterblijven in jouw vieze borstel. Dus ja, dat is natuurlijk super goed voor de hygiëne en alles. Dus dan heb je altijd een schone borstel. En kan je die er steeds afhalen dan die hoesje? Ja, kijk, hier zo zit hij vast. Haal je er binnen 1 seconde af. Kan je zo in de was stoppen. Is hij weer helemaal schoon. Kan hem een paar keer gebruiken. Hey, maar kost dat nou? Kost dat nou? Ah, kijk, dat is maar voor maar 2,50 en dan heb je al zo'n mooi ding. Ja, dat vind ik een goede deal natuurlijk. Ja, dat is een hartstikke goede deal. Ja, nou, dankjewel voor je toelichting en succes vandaag. Wij hebben boxen bedacht met kerstversieringen, kant en klaar zijn. Leuk om te geven, bijvoorbeeld mensen die in het ziekenhuis liggen of verzorgingstehuizen. Maar ook gewoon leuk om bij je thuis te kopen, dat je gewoon snel een beetje warmte van kerst in huis hebt. Wij hebben de kledinghanger die net wat een ander tintje heeft dan normale kledinghangers. En ze zijn eigenlijk altijd een beetje uniek. Dus we hebben bijvoorbeeld... deze met verschillende kleuren en dan wordt de helft een beetje uitgedept voor net wat een ander detail. En heb je die zelf geschilderd ook? Of? Ja, deze wel. De andere worden wel geproduceerd. Ja. En wat kosten ze? Dit pakketje is 3 euro. En wat kost een normale kledinghanger? Ik heb eigenlijk geen idee. Normale kledinghanger is hout wel natuurlijk. Is rond 1, rond de 2 euro denk ik. Nou, dat is net de prijs aan toch? Ja, zeker. Ja. Ja. Dat zijn de washables. Washables is een wasnet. Waar de was in één keer in kan, kan het zo gelijk de wasmachine in. En dat willen wij eigenlijk demonstreren door middel van een spel te doen met deze wasmachine. Maar waarom zou je je kleren eerst in een net doen voordat je het in de wasmachine doet? Ja, omdat je het anders nog moet sorteren en zo doen we. Oké. Okay. Ik doe meestal sorteren, doe ik achteraf meestal. Ik doe sowieso eigenlijk de was. Ja, nu doe je het zeg maar, nu is de bedoeling dat je het vooraf doet. Ah, okay. Dat je het in één keer van de wasmand, de wasmachine. Ja. Zou er iemand wel willen vertellen over het pasje aan voor Wij Zijn De Stad? Sven. Nou, goed verhaal. Goed verhaal, lekker kort. Nee, gaan we doen. Nou, die winnen dus niet. Maar wel ideale pas houden. Nou, doe je verhaal. Wat verkoop je en waarom? Nou, wij... Ik heb
plastic flesjes, van die kleine petflesjes, gaan we zo'n automaat ontwikkelen waar je dat kan indoen. En dan krijg je daar een bonnetje voor terug en dan kan je in de kantine gaan. En dan krijg je daar korting in de kantine op het product wat je koopt. Oké, dat moet je. Ja, ja, die kijk ik nog even terug. Maar je kan nog niks laten zien, jullie zijn nog aan het... Nee, we gaan de soep weggeven, want we gaan plastic soep aanpakken. Dus we vonden het wel toepasselijk om dan soep te verkopen. Ja, niet te verkopen. Wel lekker zo'n ertessoepje, wat heb je voor soep? Tomatensoep. Ja, nou, veel succes dames. Ja,